zet wat Javaans doorheen. Inge betekent ja, Matornoon betekent dankjewel. Dat is een Javaanse prinses van een hindoeïstische, boeddhistische rijk die spreekt. En natuurlijk in Ambons van Emma. Mag je zeggen. Natasja zei het ook een beetje, maar toen Joël dit opperde, bekropen ons ook wel een beetje de kriebel, zoals ik nu ook aan u vertel. Want zoals we net ook horen, deze verhalen werden overgebracht onder Emma, onder de Pauw van Perthje, onder de Wariniemoe. Dus voordat we een verhaal brengen van deze orde, en we hebben een heleboel verhalen, wil ik toch als eerbetoon even dat we even 5-10 seconden stil zijn als eerbetoon aan onze dragers van dit verhaal. Het is geen toneelvoorstelling. Het is een visuele overdracht, muzikale overdracht van een Adat-vertelling. En daar gaan we ook heel respectvol mee om. Als het verhaal is afgelopen, dan is het verhaal nog niet afgelopen. Dan vraag ik jullie gewoon om even af te wachten wat er gaat gebeuren. En dan als het afgelopen is, dan merk je het vanzelf. Ja. Kunnen jullie bij de microfoon komen staan? Even testen. Moet David zich testen? Kunnen jullie ons en mij horen? Hallo. Je moet zo staan dat jullie echt niet naar voren komen. Gaan we zo dichtbij staan? Dat je gewoon kunt praten. Dichtbij, David. Alsjeblieft. Waarom de waterbron Waimaspai heet, Ayermajapait? Eens, wel 700 tot 500 jaar geleden, was er een machtig boeddhistisch, hindoeïstisch rijk op Oost-Java. Dat rijk heette Majapait. Over heel Zuidoost-Azië had Majapait bondgenoten. Nu lag ver weg, ten oosten van Java, een eilandenarchipel van wel 1000 eilanden. Daar heersten vele kapitaans, leiders van kleine familiegemeenschappen. Eén van die eilanden was het eiland Amboan. Het noordelijk deel heette Hitu, het zuidelijk deel Leetimor. En ook hier zocht de vorst een bondgenoot. Hij had een dochter met een hart van goud. Nyai Maas Kanaan Ikosutarmi. Met een zeekaart, een gouden waterkruik, Gundi. Een speer, Tombak. En een gamelan, Totoboa op Ambon. Stuurde hij haar en een groot gevolg naar een machtige kapitaan op Leitimor. Kapitaan Tanihatuila. Hij heerste over de gemeenschap Huariziriho. De prinses raakte ontmoedigd en terneergeslagen. Ze pakte de waterkraak en zei: Malesi soalisa, kembali saja. Minta maaf kami, datang ke negeri, huarisirihum begitu saja. Saya harap Malesi mau terima hadiah ini. Taruhlah kendi ini di kebun Losari. Untuk selama-lamanya air minum jernih akan dikeluar dari kendi ini. Ya, jadi satu tanda sejarah untuk keturunan penduduk negeri Huaresirehu. Terimalah tombak, warisan ayah saya, alat-alat gemar, dan kotak sirih ini. Tegen haar begeleiders zei ze: Ayo, kembali ke Majapahit. Dan cerita Raja Majapahit, ayah saya, bahwa saya tidak berhasil dan tidak kembali ke Majapahit. Daarna overhandigde de prinses de Malesi Soalisa een brief. Liep de baleo uit over het dorpsplein, knielde onder de Pohon Pacha, de Wariningboom, sloot haar ogen en bracht haar handen langzaam bijeen. Het werd windstil. Ze prevelde een spreuk
en verdween. Bita, Domatius, Orela, Tapir, Par Beta Pune, Bipu Mama itu Beta Puhoyang, Beta Puhoyang itu Betsa, Sahulata. Jullie wel. Ik hoop dat jullie een beetje de sfeer hiervan hebben geproefd. We hebben geprobeerd om een stukje cultuur over te brengen in de vorm van deze dialoog. Boendavid Adibisi Suda Suda. Dus Boendavid, er ligt genoeg kansen voor u open, want Oesitina zit daar. Dus, waar is Boendavid? Die als weer gevraagd hadden Boendavid lopen voor een film voor Mingo Boonka voor Oesie Rut. En die naar Polo Tantam in die verrassing. Ja, sparen naar verrassing, nee maar. Lisa. Oh, chill. Tina, Oesie Tina, open sollicitaat. Eigenlijk wil ik feestvieren. Maar gisteren heb ik vroeg een bericht gekregen uit Duitsland. Mensen zijn zo vreemd. Dus deze week ga ik er misschien naar heen. Dankjewel. Boendavid namens ons allemaal hier. Kami Turutukutita. En ik wil jullie gelijk er even op wijzen, we doen gelijk ook een beetje merchandising. Op de tafel daar liggen aanzichtkaarten, 10 stuks voor 5 euro. We verkopen ook placemats. Een hele kleine oplage voor Boanis. Mag ik even de prijs weten van de placemats?
52. Dus heel beperkte oplagen, er zijn er al 8 verkocht. Er zijn er pas 8 verkocht, moet u zeggen. Niet al, pas. Ja? En het is een beperkte oplage. En er is ook een we hebben wat flyers, wat boekwerken hebben we daar ook liggen over de ontstaan van de pennaschappen. Emma, Naku, en dat wordt gelijk gefluisterd, 1 euro. Dus 1 euro ligt daar, het boekwerk. Dus als jullie geïnteresseerd zijn, Pella's, op onze kastenspekken natuurlijk ook, hè. Dus daar links van mij is er een tafel, we verkopen ook t-shirtjes met ons. De prijzen variëren van, Bon Amis? 7,50 alle t-shirts. Het begint mooi weer te worden, dus ja, per stuk. Deze Cognano is heel scherp vandaag, 7,50. We gaan even een kort, heel even stilte. Ja jongens, even stil voor jou. En iets van een pijl van ons, en vorige keer was het de hit. En het is Sambal Goreng Kri. Van om? Bon Raymond Picaudi. Oh ja. Dus, uit Capelle Meisje. Hij kan er helaas niet bij zijn. 10 euro. We zijn begonnen. 10 euro. Nee. Ja. Jij gaat niet bieden zelf eerst. Ja? 10 euro. We beginnen met een bedrag van 10 euro. Sambal Goreng, Emmer. Homemade. Taro, zit iedereen al? Die moet gaan bieden. 10 euro. 1 maand. Nee, Tante Pella. Tante Pella zegt 10 euro. Zijn er nog mensen die meer bieden dan 10 euro? 25 euro. Oh. 30 euro hierachter. Om deze zoek je maar niet lijkt daar niet. Zo aan de tangen maar dan brengen. 30 euro. Wie biedt er meer dan 30 euro? Sambal Goreng. Wie biedt er meer dan 30 euro? Jongens, ik heb een lawaren. Wie biedt er meer dan 30 euro? Satukali. Duakali. Tigakali. 30 euro Sambal Goreng voor Anis de Vreetes. Komt ons betalen. Wie biedt er meer dan 5 boetes? Dat heb ik bij de zin in, Michaliat. 10 euro. 10 euro achter mij, komt Pailariatu. Wie biedt er meer dan 10 euro? 15 euro. 15 euro, Bapau. 15 euro, Bapau. Uzi Nonna? Nee. 15 euro, Bapau. 20 euro, Boempella. Jongens, Malak, Boempella hier. 20 euro. 20 euro, Satukali, 20. Duakali, 15 euro, Duakali. 15 euro, Tigakali. Usipela Nona Latuhil. Maar jij hebt het recept al. Nee? Oh, Usikoma, 15 euro. Wie biedt meer dan 15 euro? 15 euro, Satukali. Ja? Zo heet ik. Wat wil je? 15 erbij? 15? Nee, dat is een kopje. Ja. 20. Ik snap jullie niet. Jullie kunnen gewoon je zus bellen en een recept pakken. Of nummers kwijt. Geen groepsapp hoor. 20 euro, Satukali. Kijk. 6 en 25. Dan ga ik bel. Ben we stielen? Wat bedoelen jullie? Therapie. Dus I don't need therapy. I just need to go to Maluku. En daar zit een tas bij. Met kra en rolkoek. Freddy? Hè? Oh. Freddy Pungula Nijn, dus maar Arasha voor Tutukula. Wie biedt er meer? Ik begin met 10 euro. 15 euro. Anja, ga je geen kraan maken. 20 euro.
20 euro. Wie biedt er meer dan 20 euro? Satukali. Doe 25 Satukali. 25 Duakali. Tigakali. Mevrouw Anja Saulata. Leg het even daar in, Anja, dan kan je het hier. En Eddie, je moet even afrekenen, hè? Dan Omanja, afrekenen. Ik heb hier een sponskijk en hoek wadji. Usipella, Tawarga. 15 euro. Wie biedt er meer dan 15 euro? 15 euro. Moandre? 15 euro. Satukali. 20 euro. 20 euro. Usikoba hier 20 euro. 25 euro. 25. Satukali, Duakali, Tigakali, Usipella. Moest je horen wat Pella toch al daar, hè? Ik heb hier Tjoetjoer en Wadji. Tjoetjoer en Wadji. Wie kan ik daar Taroharga? 10 euro moest Pella leen. Wie biedt er meer dan 10 euro? Satu kali, dua kali, tiga kali. Onze Pella Usileni. Kan onze voorzitter eventjes mij assisteren? Als Pella. 15 euro. 20 euro. 20 euro. Satu kali. Wat zegt u? 25? Oh, wat bent u toch lief, hè, voorzitter? 25! 30! Oh, 30! Matthijs? 35! 35! Satukali! 50! Duakali, Tigakali! Matthijs? Matthijs, hoe zie je? 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 Ik heb hier een cake en een sjaal. Dank jullie wel voor jullie inzet. En voor jullie bijdrage voor onze Kumpula. Oh, nu ook naar Lucetina. Oh ja, de sjaal. Waar is Bon Anis? Wat gaan we nu? Hoe laat is dat? We hebben nog eten over, dus Carlo, kijk, we kunnen het verkopen natuurlijk, maar dan zeggen ze ook het dompie die Emma Poen, Kumpula nog echt makandara. Ik wil echt niet dat Oehan kan wel merken dat ze met 40 man reden hebben. Maar, we geven het ook weg. Voor een klein bedrag. Nee, maar even alle gekheid op stok. Sap je allemaal bouwen, maar kan een poela, kan op bissoezo. Maar als massa, kunt zich melden bij de keuken om het een en ander mee te nemen. Niet allemaal tegelijk. Maar ik zou dan... En eerst onze Pella's willen bezoeken. Katopum Pella's, Tante Pella's, Usi Pella's, enzovoort, enzovoort, mevrouw Mokanan. Schroom u niet om naar achter te lopen om het te vragen. Ja? Wij gaan het zo meteen. Het was heel kort en bondig om ons om jullie te vragen op deze meeting. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Met name onze Pella's uit Ahmed, onze Pella's uit Naku. Nogmaals bedankt voor jullie komst. En ik wil zo meteen het woord geven aan onze voorzitter Tina. En we hebben nog een uurtje om samen gezellig met elkaar te kletsen, adres uit te wisselen, Facebook-accounts uit te wisselen, vrienden maken op Facebook of niet op Facebook. Ik geef nu het woord aan Oesie Tina.
En over 2 jaar... moet even op adem komen. Bestaat onze Kopulan 40 jaar. Wij zijn net tijdens de vergadering gaan we een werkgroep samenstellen. En ik hoop jullie ook over 2 jaar te zien, 2019. En dan volg ons op Facebook. Vraag het aan je Pella's, nu je toch bijna al je Pella's kent. Vraag van, hey, Kapapesta. En dan zien we jullie graag op ons feest in 2019. De locatie is nog niet bekend, want we gaan nog even een werkgroepje samenstellen, een comité. Maar als jullie denken van, nou, wij kunnen die Pella's wel eens ondersteunen. Ook welkom, Spencer, met ideeën. Srominit Usileni. Om ons daarin te helpen en bij te staan. Want dat zou natuurlijk ook mooi zijn als we het ook samen kunnen doen, samen kunnen dragen. En dan ook laten zien aan andere Kapoelans dat je toch ondersteund wordt, ook door de Pella's. Ik geef nu het woord over aan Usitina. Nou, dankjewel Joël. Zoals jullie weten, wij zijn een vrij kleine vereniging. De vereniging Ihorissi. Mij is ook gevraagd om de naam Ihorissi uit te leggen. De naam Ihorissi, Ihu betekent water en Rissi betekent buiten het dorp. Onze naam draagt de naam ook van Ihorissi, buiten Emma. Ihorissi is een dorp, het is een vereniging die zich eigenlijk inzet voor Duka. Dat was altijd zo geweest en dat is ook altijd zo gebleven. Wij hebben dat een aantal jaren geleden, hebben wij onze huishoudelijke reglement aangepast. Waardoor wij dus ook culturele activiteiten kunnen organiseren. Vorig jaar zijn wij begonnen eigenlijk met onze ledenvergadering, hè, zoals Joël dat heeft uitgelegd. Up te daten met een culturele middag. Dat gaan wij nu ook vervolgen. Volgend jaar is onze jaarvergadering, die houden we dan in Tiel. Dat zal ook een beetje in deze trend zijn, maar wat ik heb gehoord, toch wel weer anders. Want dat is eigenlijk ook de bedoeling, dat wij eigenlijk zoveel mogelijk onze cultuur willen behouden, samen met jullie. Samen met onze Pella's, samen met onze mensen uit Emma. 2019, dan hebben wij een 40 jaar, is onze vereniging, bestaat al 40 jaar. Daar gaan wij ook een grote activiteit aan willen we gaan organiseren. Hoe dat allemaal gaat worden, dat moet nog uitgepluist worden, want we gaan een werkgroep daarvan opstellen. Ik weet zeker dat onze vereniging met deze jubilea's op komst, zeer zeker voor onze mensen, maar ook voor mensen buiten Emma, grote verrassingen zullen gaan krijgen. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor jullie komst en voor deze middag. Voor ons is het altijd weer toch wel kijken van, nou, hoe is deze opkomst deze middag? Nou, ik vind het heel, heel geweldig. Want ik had eigenlijk niet zo verwacht dat wij een grote opkomst zullen krijgen. Maar goed, Krimpen aan de IJssel heeft natuurlijk veel Pella's van ons. Ik wil ook nog even dank zeggen voor onze keukenpersoneel. Want zonder deze mensen kunnen wij eigenlijk ook niet ledenvergaderingen, vergaderingen, activiteiten. Keukenpersoneel is eigenlijk een grote must. Daar zijn we eigenlijk ook van afhankelijk. En daarom wil ik hen ook een heel hartelijk applaus vragen voor deze mensen. Ik wil ook Joël en consorten bedanken voor hun organisatietalenten, want wij zijn als vereniging, hebben wij altijd heel goed contact. Onze appverkeer is dusdanig groot
dat het soms in de nachten, echt in de nachten doorgaat. Mijn telefoon staat dan ook roodgloeiend van alle app-berichten. Maar ja, zo zie je dan dat wij echt heel goed met elkaar kunnen samenwerken. En dat willen we ook behouden. Dat is ook een van onze speerpunten, ook een van onze grote talenten. Ik wil jullie nogmaals hartelijk bedanken voor deze komst en voor alle steun en nou ja, alle betuigingen die jullie aan ons hebben gegeven. Dank u wel. De opbrengst van de leraar was €470. Dank jullie wel. Dus het wordt een iets groter feestje dan een feestje over 2 jaar. Ja? Muziek! En gewoon onder ons is dat maar nog mogelijk. Amul Makan, die Blakan, Bikinirik en die Rasasaya, maar bij Rasasaya betaal je. Hier is het gewoon gratis. Als jullie Jaja willen, gewoon Tanja, het toch gewoon die Zaboenkos, want zo zijn we ook weer. Amul Amul, doe wat boenkos. En wat je wil hebben, vraag het gewoon. En we geven het aan jullie. Dank jullie wel. Ja, ja, ja.